U bent vanmiddag in de Bloemtruimengalerie. Dat is een bijzonder project. En dat zal meneer Hurkman straks verder uitleggen. Ik wil graag introduceren Anna Vechter van de Academie van Kunsten. Die gaat iets in ontvangst nemen, maar dat hoort u van meneer Hurkmans. Oké. Dankjewel, Marjan. Ja, dit is voor mij een heel speciaal moment, want een van mijn kunstwerken gaat op reis. En er is van alles aan vooraf gegaan, maar ik ben zo blij dat Anne als eerste dit beeld mee naar huis gaat nemen en in haar privéomgeving gaat hebben en gaat meemaken. Misschien is het goed om iets over de geschiedenis te zeggen van het geheel. In 1992 was ik artsenresident in New York. En daar ben ik een persfoto tegengekomen op een beurs, een fotobeurs. En die was zo'n spannende foto dat ik hem meteen gekocht heb. En dat was een moment net nadat Michelangelo was aangevallen door Las Fontaines. Niet Michelangelo, maar Pieter van Michelangelo. Dat was aangevallen. En er zijn in die persfoto, er zijn drie dingen in die heel intrigerend zijn voor mij. En dat is aan de ene kant de Pieta zelf, de moeder die met haar dode zoon op de schoot zit. Het is een icoon wat veel verder gaat dan het christelijke geloof. Het is een icoon wat door de hele wereld en van alle tijden geldt, wat wij herkennen. Het tweede was dat die Laszlo Tóth, de aanvaller, afgebeeld is op die foto als een slachtoffer. Mm-hmm. Hij ligt daar op de grond en als je niet weet wat er aan de hand is, dan denk je misschien is hij aan de zwijn gevallen voor aanbidding, voor dat beeld. Of misschien is hij aangevallen of is hij gestruikeld. Maar er zijn mensen die hem tegemoet bij hem staan alsof ze hem helpen of overmeesteren. En dan die dualiteit vind ik enorm interessant in dat werk, in dat beeld. En verder is voor mij enorm belangrijk dat Maria daar zit en aan de ene kant heel stevig met haar rechterarm haar dode zoon vasthoudt, maar met haar linkerarm uitreikt naar het publiek en zegt, zie hier mijn dode zoon, maar ook zegt, kijk, wat is hier eigenlijk aan de hand? Dus je uitnodigt voor engagement met het drama of met de thematiek van de Pieta. En eigenlijk vraagt ze, hoe gaan wij met elkaar om in deze maatschappij? En het mooie is dat, of het interessante is, dat toen Laszlo Tóth dat beeld aanviel, heeft hij die arm eraf geslagen. En daarmee was de uitnodiging tot engagement verbroken. En dat werd verbroken door een mens. Net eigenlijk zou je kunnen zeggen zoals de dode zoon die vermoord was door een medemens. Nou, die drie dingen zijn voor mij in die foto eigenlijk al de tijd sindsdien, in 1992, heb ik in mijn werk gezeten, die elementen. Soms heel dichtbij, maar soms ook weer vergeten en weer terug en weer vergeten. En toen ik het werk Flag of Compassion heb afgerond, waar we het nu over gaan hebben, dat was een heel groot werk waar ik 10 jaar aan gewerkt heb, begon ik aan een evaluatie, waar is het dan allemaal begonnen? En toen kreeg ik die foto weer in het vizier. En dacht ik, nou, nu moet ik toch eens echt die foto beter gaan bestuderen. Wat is daar nou gebeurd? Dus die Pieta had ik nog nooit in het echt gezien, ik was nog nooit in Rome geweest zelfs. Wat is die aanval? Wat was er met die restauratie gebeurd? Hoe staat die Pieta er nu bij? En toen heb ik het enorme geluk gehad dat ik arts en resident ben gevraagd in de kerk voor het Nederlands Instituut te komen. En dat, die hebben een samenwerking, zoals je weet, met de Academie voor Kunsten. En dan laten ze één kunstenaar 3 maanden lang in dat instituut verblijven om onderzoek te doen naar iets wat in Rome, met de Rome te maken heeft. En dat was een geweldige ervaring, omdat
ook allemaal mensen rond die jou helpen met contact te maken. En je ziet daar natuurlijk heel veel studenten, je ziet daar heel veel onderzoekers, waar je mee praat. Dus van allerlei invalshoeken. Dus dit is natuurlijk ook samengesteld om die kruisbestuiving tussen wetenschap en kunst te bewerkstelligen. En dus dat was een geweldige ervaring voor mij. Toen ik Peter voor het eerst zag, toen ik dus in Rome was, toen zag ik dat hij achter een enorm grote glaswand was. Ik kwam ook in de ochtend en er worden de missen opgevoerd en dan mag je nog eens niet vlak bij die glaswand komen. Dan sta je dan nog 25 meter vanaf, dus ik was echt teleurgesteld. Want ik kon niet meer bij die Pieta, ik kon niet meer bij dat gebaar. En toen dacht ik, nou, dat is toch zo jammer, want Michelangelo heeft juist dat beeld gemaakt om van dichtbij te beleven, de esthetiek te ervaren, de schoonheid. En door de schoonheid, niet alleen de adem die je uitkomt, maar ook de schoonheid van het beeld, moest jou beroeren om je te verhouden tot de thematiek van die Pieta. En dat was weg, dat was helemaal niet meer mogelijk. En ik heb heel veel andere werken ook gemaakt, maar één van die werken was dat. Hoe kan ik nou weer dichter bij dat gebaar komen? Dus hoe kan ik dichter bij die arm of bij die Pieta komen? En toen ben ik met het restauratieatelier van het Vaticaanmuseum gaan praten. En de directeur heeft mij daar geholpen. En heeft mij in contact gebracht met een studio in Rome. Die ook voor het Vaticaanmuseum werkt, maar ook voor andere instituten in de wereld. En die maken op een hele oude techniek mallen van beroemde beelden. En hij heeft mij geholpen dat hun voor mij een mal hebben gemaakt over van een arm, een enige arm, van de Pieta, van een cast, dus een kopie uit de 19e eeuw, 18e zoveel. Dus die hebben daar een prachtige mal van gemaakt en toen hebben we in die mal een arm laten gieten van hetzelfde materiaal, een soort fake marmer, waar die Pieta mee gerestaureerd is in de tijd. En hij ligt hier natuurlijk, ja, en dit is waar die achterbroek is. En het is ook zo mooi, want ik vond het interessant om dat wat vernietigd was weer helemaal heel uiteen stuk te maken en vervolgens alleen dat stuk, dat gebaar, te isoleren. En dacht ik, nou, nu moet dat gebaar dichter bij de mens. Die moet gewoon bij mensen thuis, dat moet niet in een kunstcircuit of niet in een verzameling. Die moet van mens naar mens kunnen. Dus ik ga nu een reis maken. Ik heb ook echt jou gevraagd, niet omdat je een fantastisch dichter bent en schrijver bent, maar ook omdat je voorzitter van de Academie van Kunsten bent. En jullie hebben mede mogelijk gemaakt dat ik dit project heb kunnen ontwikkelen. En ik ben ontzettend blij dat jij hem mee gaat nemen. En iedereen die je meeneemt, daar wordt aan gevraagd of ze een foto willen maken van die arm in een zelfgekozen setting. En een stukje willen schrijven over de bevindingen. Okay. Want dat kan klein zijn of groot. En dan gaan we een website maken en dan wordt dan de reis van de arm, de reis van het gebaar, van het persoonlijke gebaar. En zodat iedereen kan zien wat die reis inhoudt. Want ik denk dat zoveel mensen zo verschillend met zo'n arm omgaan en verschillend denken over dit gebaar. Ik heb een manifest geschreven, die zit in de list. Oh, nee. En hij gaat op reis met een manifest en met kussentjes, alles erbij. En ik vind het echt heel geweldig, Anna, dat jij mee wilt nemen. Heel graag, ik dat niet. Oh, ja. Ik ben ontzettend blij. Prachtig. Dus hij logeert een beetje bij mij. Dankjewel daarvoor. Je vraagt mij om een stukje te schrijven na de bevindingen, als je een maandje bij ons gelogeerd heeft. Ik heb speciaal voor jou nu ook een stukje geschreven, eigenlijk vooraf aan de ervaring, door een beeld te vormen. Niet per se van hoe het zal zijn als het bij mij thuis ligt, maar wel echt na te denken over jouw werk. En dat sluit ik af met een soort poëzie. Ik lees het voor, want dat kan ik ook onthouden. En ik vind het ook vrij, want dan kan ik het je daarna nog geven. Oké, mooi, ja. Dus dat is wel jullie.
Mijn verbinding met dit moment is de vroege betrokkenheid van de Academie van Kunsten bij jouw residentie in Rome bij de knieën. We kozen jouw Pieta-project uit als een verrassend, vitaal en verbindend onderzoek. Verbindend waar het ging, zoals je al zei, om kruisverschuiving tussen kunst en wetenschap. Want vanaf haar oprichting heeft de Academie van Kunsten dat als belangrijke missie. Je wilde wetenschappers tijdens je verblijf aan het knieën op de hoogte brengen van je onderzoek. Je reist ook naar de wereldberoemde marmergroeven in Carrara. Je observaties van de unieke persfoto waarop de minuut na de aanval op Michelangelo's Pietà te zien was. Het bedrijven van artistiek onderzoek met behulp van wetenschappelijke inzichten. In jouw geval onder andere kennis van restauratiekunde en filosofie. Gevolg, ambachtelijk, nieuw werk, verbonden met een eigen visie op onze toekomst. De persfoto van de attack in 1972 werd acute aanleiding tot levenslang nieuw werk, zo heb ik begrepen. Je verdient je sindsdien in de oervorm van de Pietà, de relatie tussen vrouw en vracht. Het gestimuleerde lijden van de moeder te midden in de masculine wereld, met verwijzing naar jaar, tijd en specifieke uitdagingen / context van het moment waarop jij je eigen tijdspieta creëert met jouzelf als symbool van de vrouw, als in Maria. Zo heb ik het begrepen. Mooi. Maar ook de positie van de data. De relatie tussen destructie en opstanding. Leven dat dood herstelt. Daden als slachtoffer, evengoed. Een bewonderenswaardige bijdrage aan sociale heling in ruim perspectief. Ooit aangeslagen, jij doet, door die gewelddaad, nu vertaald naar een aanbieding, een offer, een oproep. Zie de mens. Een aardige prijs, heel bijzonder, fantastisch zelfs, om dan deze extra arm te krijgen, een derde arm. Maar even die uitreikt, zoals je schrijft, zich aanbiedt en iets presenteert. Het raadsel van de handreiking. Een hele epidacht, voor mij de eerste onbekende hand die ik kan aanraken sinds maart 2020. Een kleine stap naar Amsterdam, a giant leap for Rome. Maria's derde arm, teler maar streng, devoot. En niet als de derde arm op Rembrandts schets. Het ledikant, ken je dat? In gezellige bronspositie. Moet je maar zeggen, het ledikant, ken je het? Wel zinnelijk, open, zinzoekend, zingevend. Een arm met een hand die ook nog eens overgave uitdrukt. Ik bespreid een reeks woorden die verband houden met het woord arm. Of, nou, misschien toch ook niet, toch maar een paar. Kunstarm, opperarm, achterwaarts draaien, ellebogen knokkel. Opperarm, spier, koningsader, armstop. En dan voor de hand, voorhand, achterhandsbeetje, handwortelbeetje, beetje, ertbeetje, allemaal heerlijke woorden. Het zit allemaal in de hand. Je schreef een begeleidend essay, A Reconsideration of the Gesture. En dat raad ik iedereen aan om te lezen. Rini neemt je mee naar een onderzoek, na onderzoek, ze neemt je bij de hand, via de destructie van de Pietà in de Sint-Pietersbasiliek in 1972, naar de constructie van een volgend paradigma voor de kunst. Bevragen van ethische grondslagen van een samenleving. De letterlijke handreiking als in een reizende arm een massieve transcriptie van Michelangelo's afgebroken zwervende arm op zoek naar huisvesting, zegt hedendaagse armopvang. Ja. 21 mei 1972 dwingt het verband af. Het verband tussen geoloog en handlijn. Steenhouwershamer, zweefkanaal, opstanding, noodlanding, brokkenmaker.
Maria's oogbreuk. Rini schrijft vormen van verlies, botbreuken, neus, kas, arm, van zintuigen, verlies van zin. Wat blijft, is marmerbleek geheugen. Wat samenhoudt, bevraagt de trekken van. Lineamenten, handreiking, schrijft adem tussen huid en huid, vingergeleding. Muis van een hand, achterwaarts draaien. Voel wat zich aanneemt. Presenteer de linkerarm als blind. Verwijzing naar invitatie tot en hoe die flirt en wijst. Wat hij niet ziet, de vrije linker die de roze rechter groet. Fout terug tot dit gebaar van gesture overgaan. Veel geluk. Mooi. Dankjewel. Heel geweldig. Ja, ik ben er blij. Nee. Anders zou ik nog even goed voor. Ja, dat is leuk. Dat is geweldig om dat te doen. Kijk, je kunt het gewoon zo oppakken. Om een zweet te leggen. Nou, dat is allemaal een stukje te zorgen. Kijk, ja, ik zou je laten zien dat het midden is. Eigenlijk. Oh, wauw. Hier staat in de uit kan pakken en in kan pakken en dit is het manifest. Okay. In het Nederlands en in het Engels. Okay. En dan gaat het gewoon zo ik. Je kunt hem ook zo weer in je uithalen. Dat is goed. Hij wordt afgedekt met een ander kussen. Heel gezellig. En dit leg je bovenop. Voor als je openmaakt of als degene waar jij hem aan doorgeeft, dat je die onmiddellijk ziet hoe het werkt. Ja. Er zitten twee hele kleine blauwe puntjes. Die ontmoeten elkaar. En dan gaat hij zo dicht. Nee. Ja, supergoed. Ja. Maar ja, we kunnen het wel zien. Laten we gaan met de camera. We kunnen het. Ja, we gaan het maar gewoon meteen. Zal ik het ompakken? Wat? Waar zal ik het